Beste collega's, omdat sommige leerlingen te ziek zullen zijn of gewoon niet aanwezig kunnen zijn in je les omdat ze nog onderweg zijn naar huis met de trein bijvoorbeeld, kan het handig zijn om je online les op te nemen. Hiervoor ga je gewoon naar je Google Classroom. Ga je gewoon deelnemen. En dan kan je rechts onderaan op de drie bolletjes gaan klikken, meer opties. En kan je bovenaan een meeting gaan opnemen. Wanneer je hierop klikt, ga je nog even moeten accepteren. En zal de opname binnen enkele ogenblikken gestart worden. Zo ga je dan je volledige les geven en dan kan je hier bovenaan zien dat de opname effectief van start is gegaan. Wanneer je opname klaar is, kan je gewoon op de drie bolletjes opnieuw klikken en gewoon de opname gaan stoppen. Waar ga je deze opname nu terugvinden? Je ziet het hier meteen staan. De opname wordt opgeslagen in je eigen Google Drive. Je gaat hier normaal gezien ook nog wel een Gmail over krijgen, dat je meteen een link hebt naar die opname, maar dat duurt soms wel heel even. Maar zoals gezegd, in je Google Drive zelf ga je steeds de opname kunnen terugvinden. Zeer veel succes!